Zo maak ik dus mijn eigen ringen. En jawel, deze ringen maak ik van theelepeltjes. Nou ja, niet het hele theelepeltje. Eigenlijk het achterste deel van een theelepeltje. En daarvoor meet ik eerst even mijn ringmaat op. En dat doe ik met een speciale ringmeter. En als ik dan de maat weet, dan kan ik dat aangeven op mijn theelepeltje. En kan ik hem in tweeën zagen. Knak! En het achterste deel ga ik dus nu gebruiken. Die veil ik natuurlijk eerst even op, zodat hij niet meer scherp is. En dan ga ik aan de slag met mijn ringmaker. En hier buig ik dus eigenlijk het metaal helemaal om, totdat het perfect op mijn vinger past. Dan kan ik de ring natuurlijk nog even mooi oppoetsen, want het is verzilverd materiaal. En daardoor gaat het helemaal mooi shine als je het oppoetst. En tada! Daar is dan mijn zilveren ring van een theelepeltje. En